Leg me een keer uit wat het probleem met Oekraïne juist is. Dat is dat Oekraïne eigenlijk een staat is gelijk België. Je hebt Oekraïne zelf, Galicië. Maar dan heb je de Krim en dan heb je Odessa. Die twee waar nu de rebellen het in de hand hebben. Ja. En dat werd maar bij Oekraïne gevoegd nadat Khrushchev premier geworden was. En Khrushchev was een Oekraïner. Natuurlijk, die wou dat Oekraïne zo groot mogelijk was. Omdat in de Sovjet-Unie, hoe groter dat de staat was. Dat was eigenlijk machtspolitiek dat hij daar deed. Hè. En Oekraïne door Odessa erbij te pakken. Had dan een militair. Haven en zo. Maar Odessa en de Krim, dat zijn Russenstaligen. Dat zijn eigenlijk Russen, dat zijn geen Oekraïners. En in 2014 is er een coup geweest, zoals de VRT dat noemt, een coup waarbij de democratisch verkozen president afgezet werd, naar Rusland is moeten vluchten en hebben de Oekraïnse nationalisten, die eigenlijk fascisten zijn, de neonazis, hebben daar de macht over genomen en zijn de Russenstaligen in Odessa, in de Krim, zijn die beginnen te vervolgen. En daardoor is er dan een opstand gekomen. Zolang als de Sovjet-Unie was, was dat irrelevant, want alles was toch onder het centraal gezag van Moskou. Maar na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie heeft Oekraïne het nationalisme geïnterpreteerd. Ze hebben gezegd, de Russen hebben ons zo lang gekloot, en wel, nu gaan wij die een keer kloten. Eigenlijk een revanche dat die gebakt hebben. En die mensen hebben dat daar niet gewild. En om zich te beschermen heeft Oekraïne toenadering gezocht met de NAVO, dat eigenlijk iets was dat opgericht was tegen de Sovjet-Unie. En toen de Sovjet-Unie niet meer bestond, moest er ook geen NAVO meer zijn. Hè. Dan hebben ze nieuwe dingen gezocht. Ze hebben nieuwe vijanden gezocht. Ja, ja. En is daar de Europese gemeenschap, het is te zeggen Verhofstadt, zonder daarvoor gemandateerd te zijn, is daar gaan stoken en die heeft gezegd aan de Oekraïners, doe maar, Europa zal u helpen. Hij is dat daar letterlijk gaan zeggen op het Maidenplein. Maiden, hè, denk ik. Hè? Ja, Maiden, M-A-I-D-N, hoe dat het uitgesproken wordt. Maiden. Mijn kennis van het Oekraïens reikt niet zo ver. Je moest je tjemje boeten, holopsi, en borst. Dobabachinja en dobridenge. Verder zit dat in mijn verre geheugen. We tjern iets in. Maar we zijn aan het afwijken. Gaat er hier een nieuwe wereldoorlog komen? Als het van de Amerikanen afhangt, zeker. Ze zitten daar in enorme economische problemen. En de wapenindustrie moet opbrengen. Hè. Je ziet dat duidelijk. Poetin zegt, ja, moet ik trek mijn troepen terug? Nee, zegt Biden. Hij gaat aanvallen. Dat is een self-fulfilling prophecy. Dat gaat natuurlijk geen wereldoorlog zijn. Wanneer het in Europa is, noemen we het wereldoorlog. Ja, maar wereldoorlog is maar gekomen als de Amerikanen erbij waren. Hè. De Amerikanen zijn er altijd bij. Het zou kunnen dat China zich in de dingen mengt. Hè. Want die weten dat Amerika verzwakt is. En Amerika tracht zijn leiderspositie in de wereld herstellen. Positie die onder druk komt te staan door de Chinezen, hè? Door het Middenrijk, dat in volle expansie is. Dus China zal stoken. Hè? China en Rusland zijn altijd vijanden geweest. Ik herinner mij, in de jaren 60 is er daar nog zwaar gevochten aan de grens tussen Rusland en China. Met honderden doden, met tanks en zo. Manchuria. Ik weet niet waar, aan een rivier. Dat was nog in de tijd van Mao, denk ik. Of juist na Mao. Toen dat de Japen de Chinezen aan het mishandelen waren met unit 731. Toen waren de Russen op een kilometer afstand en die hebben niets gedaan. Wanneer spreek je van de jaren 30? Zo wat 40 tot 45 pak. 40 tot 45, ah ja. Waarom heeft Japan Amerika aangevallen in Pearl Harbor? Omdat Japan niet meer anders kon. Japan werd gewurgd. Al maanden, ik denk al jaren, door het Amerikaanse embargo. Dus dat was een wanhoopspoging. Zoals de Amerikanen nu een embargo trachten op te leggen aan China. Oké, maar Wereldoorlog 3. De Amerikanen leggen een embargo op aan China. Rusland levert gas aan Europa. Ja. De grenzen zullen hertekend worden. Nee, de grenzen worden niet hertekend omdat Rusland eigenlijk geen expansionistische staat is. Waarom niet? Nee, na de Tweede Wereldoorlog heeft
Rusland het communisme trachtte te brengen in Hongarije, in Polen, in al die Oostbloklanden. Maar die landen die hadden een zekere onafhankelijkheid. Die werden ingeschakeld in het Warschau-pact, maar die werden niet ingeschakeld in de Sovjet-Unie. De Sovjet-Unie was eigenlijk niet zo expansionistisch, want de Sovjet-Unie zat in Finland en ze hebben zich daaruit teruggetrokken, maar de Finlandisering, dat hield in dat Finland neutraal zou blijven. Ze hebben zich teruggetrokken uit Oostenrijk. Gans Oostenrijk was bezet door de Russen op voorwaarde dat Oostenrijk neutraal zou blijven. Oostenrijk is een hele tijd neutraal gebleven. Ik weet niet wanneer Oostenrijk zelf bij de NAVO gekomen is. Frankrijk is uit de NAVO getreden, hè? De Gaulle, die is uit de NAVO getreden. Toen Amerika geen atoombom wou gebruiken tegen Ho Chi Minh in Vietnam. Ja. De Franse troepen waren omsingeld in Dien Bien Phu. De hele legereenheid ging daar in de pan gehakt worden. De Gaulle vroeg dan aan de Amerikanen om een atoombom op Hanoi te smijten. De Amerikanen hebben niet gewild. Wat heeft de Gaulle dan gedaan? Uit de NATO getreden. Die was heel anti-Amerikaans. En die zei die toenadering zocht tot Rusland. Frankrijk heeft altijd tamelijke toenadering gezocht tot Rusland. Na natuurlijk de tijd van Napoleon. Oké, komen we terecht in de Verenigde Staten van Eurasië? Nee. De Russen hebben gezien dat zo'n experiment met allemaal Verenigde Staten onder een centraal gezag, dat op termijn niet werkbaar is. Dat gaat je zien in Amerika. Hè. In Amerika komt er sowieso een burgeroorlog. Die bestorming daar van het parlement, dat was al een voorbode daarvan. Hè. Ja, wij krijgen daar natuurlijk maar partiële informatie door. Fake news. En wat dat Trump zegt, iedereen lachte daarmee dat de verkiezingen gemanipuleerd werden. Dat zou best een keer gekund hebben. Er is een woede bij de bevolking. Het zijn eigenlijk de stedelijke tegen de landelijke. De mannen met hun tractor tegen de mannen op de trottinet. Wat komt er dan eerst? Burgeroorlog in Amerika of oorlog in Oekraïne? Oorlog in Oekraïne. Hè. Daar stuurt Amerika op aan. Maar dat zal geen uitbreiding nemen. Rusland zal dan terug niet de Baltische Staten bezetten en zo. Dat is allemaal bangmakerij van de NAVO. Omdat de NAVO nieuw afzetgebied zoekt voor hun wapens. Hè. Amerika is rijk geworden door twee wereldoorlogen. Ja. Waarom hebben ze meegedaan in 17 en in 44 in Normandië? Eerst zetten ze troepen aan het land en de volgende containers die kwamen waren met Coca-Cola. Hmm. Ja, dat is geen 7. Ja, de mensen moeten een cola toch hebben. Maar de mensen kenden hier geen cola. Nee, ze kenden cola, want de nazi's hebben Fanta gemaakt ter vervanging van cola. Ja, bo, ze kenden cola gelijk ze bananen kenden. Hè. Een banaan, dat was een luxe product. Gelijk cola ook een luxe product was. En dan hebben de Amerikanen dat gepopulariseerd. Dat was ook een wanhoopspoging van Hitler dat hem de oorlog aan Amerika verklaarde. De facto deed Amerika mee. Ze leverden al wapens aan Engeland, vliegtuigen aan Rusland. Maar Hitler heeft aan Amerika de oorlog verklaard omdat Hitler hoopte dat Japan Rusland zou aanvallen in de rug. Maar Japan heeft dat niet gedaan. Japan heeft gezegd, ja, we zijn bondgenoten, maar die hebben de Russen niet aangevallen. Zodat Stalin al zijn troepen van Siberië aan de Japanse grenzen, dat hem kon inzetten in het westen. Maar wat moeten wij nu doen? Investeren in wapenhandelaars? Ah, ja, dat gaan we boven gaan. Investeren in farmaceutische firma's en in wapenhandel. En dat is allemaal voorbereid. Dat conflict, dat is allemaal gepland. Ik heb gisteren nog een keer naar Schwab gekeken. Waar dat hem zei, returning to the old times, it shall not happen, zei hem. Die venten die hebben niks anders te doen dan zich met geopolitiek bezighouden. Daar zijn studiebureaus, dat is allemaal gepland. Dan hebben ze een puppet onder string bidden. Hè. Biden, af en toe alles die een keer uit de kast. Maar normaal ligt hij in zijn bed. Hangt hij aan baksters. Antidementie-baksters. Ik weet niet of dat bestaat. En af en toe doen ze die een pamper aan. Trekken ze die uit zijn bed. Zetten ze die daar en zeggen ze in zijn oorke wat dat hij moet zeggen. En het is daarom dat hij altijd zo laat antwoordt op een vraag. Want hij moet het eerst in zijn oorke. En dan wandelt hem buiten gelijk een zombie. En dan stoppen ze hem terug in zijn bed. Oké, maar we zijn weer aan het afwijken van de Oekraïne-crisis. Moeten we beginnen wc-papier en geneesmiddelen inslaan? Wc-papier moet je niet inslaan, want de mens heeft geen wc-papier nodig. Je kunt altijd je gat met lavetteke afwassen en dat is nog veel beter dan papier. Dat kost veel minder, dat kost je een druppelke water en af en toe je lavetteke een keer als het bol staat van de stront moet je lavetteke wassen. Dus zeker geen wc-papier opslaan. Zeker niet. Eten opslaan. Mijn vader heeft dat gedaan in een tijd van Korea.
En we hebben 30 jaar daarna nog altijd conserven gegeten van die tijd. Voor hoeveel altijd gekocht? Sardine. De hele kelder stond vol sardine. Conserven. Die jaren bewaarde sardine met haar op. 30 jaar later, 40 jaar later. Met die crisis maakten ze de mensen bang. Het is een bangmakerij. Zo houden ze het volk onder de knoet. Maakt het volk bang voor zijn leven, voor de toekomst. Dat hem honger gaat hebben, dat hem ziek gaat worden. En het volk volgt. Ze hebben de proef op de som genomen met hun panfobie die ze uitgelokt hebben. Maar ze hadden al gerepeteerd in 2019. Hè? En dat is het plan 2030. Hè? De Great Reset. Alles moet digitaal worden. Het is gedaan met de files en zo, dat de mensen nog moeten gaan werken. Als ze maar van thuis uitwerken. Want de files, wie is daarvan? Het slachtoffer, de rijken. Hè? Die kunnen zich ook niet verplaatsen. Zelfs de koning, als het ding strom staat, dan staat het strom. Dan kunnen de rijken niet door. Dus moeten de files afgeschaft worden, want de rijken die willen zich kunnen blijven verplaatsen. Want de rijken die kennen geen grenzen. De wereld is hun rijk. Dus wat moeten wij doen? We kunnen wij niks doen. Politiek zou moeten zeggen, wij treden uit de NAVO. Wij willen niks meer te maken hebben. Wij zijn neutraal, gelijk Zwitserland. Gelijk, ik denk, Zweden. Zweden en Zwitserland. En wel, als Vlaanderen ook neutraal zou worden en er breekt een wereldoorlog uit, dan zouden wij even rijk worden als de Zweden en als de Zwitsers. Die hebben geprofiteerd van de Tweede Wereldoorlog. Die leverden aan de twee. We kunnen aan de Amerikanen leveren. De Amerikanen mogen gebruik maken van Antwerpen en de Russen ook. Ja, allemaal naar Antwerpen. Pas op, Antwerpen is altijd de grote strategische haven geweest. Groter dan Rotterdam, hè. Toen Hitler zijn Ardennenoffensief wou hij tot in Antwerpen geraken om daar de toevoer af te snijden. Nee, dat is niet waar. Hij wou tot in Brussel geraken om mannekepies te zien. Nee, dat was de grel. Was dat een schrik, hè? Ze begonnen hun Belgische vlaggen terug binnen te halen. De zwarten die opgepakt werden, werden gelost. Dat was paniek. De Dosh kwam af. Ze hadden dat niet verwacht, dat offensief. Dat was natuurlijk een stuiptrekking. Hij had een hele wereld tegen zich. Oké, bij de zaak. Heb je nog advies voor de kinderen wat ze moeten doen tijdens de Oekraïne-crisis? Het hoofd koel houden en vooral de aars koel houden. Niet investeren in wc-papier, maar investeren in een lavetteke, geen eten opstapelen, niet beginnen te hamsteren. Laat het hamsteren aan de hamsters over. Die zijn daarvoor opgeleid. En een lavetteke aanschaffen. Absoluut. En als het moet, zeep, maar dat is niet zo nodig. La 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 la. Gospode, kom elen jij. La 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 la. Gospode, kom elen jij. La 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 la